Ja, ik heb net met Erno even een lekkere wandeling gemaakt. En ja, hey, daar is hij. Ja, en het is gewoon heerlijk om gewoon eventjes ongedwongen met elkaar op pad te zijn. Dat is heel anders dan dat je met elkaar afspreekt in een kantoor. En 3 uur zijn we aan het wandelen geweest, dus de tijd die vloog voorbij. 3 uur, niet normaal. Ja, echt niet normaal, en het was fantastisch. En dat gaan we dus vaker doen. En ik zou het je zeker ook aanraden om gewoon al wandelend met elkaar dingen te bespreken. Zonder doel, zonder richting, gewoon gaan. Nou, we hadden wel een richting, we hadden een route gevonden. Uiteindelijk hadden we een route gevonden, ja. Daar zijn we een beetje van afgeweken en soms waren we de paaltjes kwijt en dat maakt ook allemaal niet uit. Dus het was heerlijk. Heerlijk. Zo. Dit is het begin van een nieuwe serie vlogs. Vakantie hebben we niet gevlogd. Nu beginnen we weer. En ik wilde eigenlijk de hele week dan vrij nemen. Afgelopen week, want dit is maandag nu. Alleen neem ik donderdag 25 augustus op. Hey, bezoek. En ik wilde eigenlijk de hele week nog vrij nemen, maar ondertussen waren er al een aantal afspraken ingeslopen. Maar voor vandaag had ik in ieder geval nog een wandeling gepland met Martijn Meijma. We hebben 2,5 uur gewandeld in de bossen rondom Lochem. En ontzettend veel ideeën uitgewisseld, gepraat, gesproken. Een goed idee opgedaan voor een mogelijk product. Een product. Want ik moet even nadenken hoe ik dat moet organiseren, hoe ik dat moet gaan realiseren. Maar als het werkt, als ik het kan organiseren, dan heb ik iets fantastisch in handen wat voor ondernemers een fantastisch middel is om hun producten te verkopen via een trechter. Dus dat is waar ik in ieder geval de komende tijd even ga nadenken om het uit te werken. Niet te veel doen nog, want eerst ga ik mijn eigen trechters goed optimaliseren. 1 afmaken, 2 opstarten. De wandeling met Martijn was inspirerend. We hebben op sommige punten vergelijkbaar zienswijze, op andere punten gaat hij wat ver voor mij. Dan moet ik denken hoe ik daarbij blijf. Hij heeft over intuïtief ondernemen. En eigenlijk is ondernemen voor mij al heel erg intuïtief. Ik ga nu trainen. Ook dat is weer begonnen, de eerste training voor mij van dit seizoen. Dat is ook weer begonnen. Zaterdag en zondag een wedstrijd. Dus trainen is belangrijk nu. Ik heb er zin in. We gaan ervoor. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.